voor de Arabische paarden eigenlijk een beetje uitgegroeid is uit de passie sinds kinds af van de gewone wandelpaarden, laat ons zeggen. En dan ben ik meer op zoek gegaan dus naar het verfijnde type, naar het edelste paard van alle rassen. En ik denk dat dat de Arabische volbloed is. Het edelste, het slimste, het sterkste, met al zijn kwaliteiten erop en eraan. Bekers en linten van kampioenen vind je er met de vleet. Navarone, die dus wereldwijd gekend is door haar palmares, die praktisch op het wereldkampioenschap na op ieder wedstrijd gewonnen heeft, meerdermaal kampioen, multiple champion zoals we zeggen, Spaans-Egyptische bloedlijn. Een 10 jaar oude merrie. Wat we hier bij haar zien is de kleine Eternity. Kom mooi. Die dus wel nog plankenkoos voor de camera heeft waarschijnlijk. En dat is dus de vedette geweest van laatste zondag op het Belgisch kampioenschap in Balen. Een score van 92-66, de hoogste score ooit aan een veulen gegeven hier in België. En is uiteraard op zijn één been kampioen geweest. Dus moeder en zoon zijn beide kampioen. Prutske? Zuntje. Ja, heeft een kusje naar de mama. Ja, dank u. Een heel lieve hengst. Dus hiernaast hebben we mijn hartedief. Dus dat is een 7 jaar oude merrie. Dat we hier zien. En zoals ze zeggen, goede wijn hoeft niet geprezen, dat is zo eentje. Die was dus aan de leeftijd van 4 maand Europees kampioen bij de Veulens, als jaarling Belgisch kampioen junior en als jaarling reserve world champion. Dus die heeft zowat alle titels behaald dat ze kon behouden, dus laten we ze momenteel thuis. Op de show heeft ze genoeg gepresteerd en nu zorgt ze voor haar baby's. En het babytje dat we hier zien, die zal te zien zijn in Oostende op het evenement. En dat hopen we dat in de toekomst ook een toppertje zal zijn. Zijn naam is Obsession. En die is afkomstig van een hengst in Duitsland. Maar hoe komt een goudsmeed met zijn echtgenote ertoe om Arabische paarden te houden, te kweken en op te leiden tot topkwaliteit? En hij is mama's hartedief. Ja, ja. We zijn er eigenlijk aan begonnen door het beroep van mijn man, die dus fabrikant goudsmederij heeft. En die had de opdracht gekregen om een beeldje te maken van een wereldkampioen in het goud. En dat beeldje moest dus echt compleet zijn zoals die volbloed was, met alle adertjes en aardjes erop en eraan. Wij zijn dan naar die stallen gaan kijken, naar het bepaald paard gaan kijken. En daar ben ik verliefd geworden op een engstenveulen dat er stond. En zo hebben wij dus onze eerste engst aangekocht, Dion, vandaar ook de naam van de stoeterij, Dion Arabians. Dat was het begin dus van de story. En de passie heb je wel gauw te pakken, laat ons zeggen, dat noemen ze dus Arabitisch. Je begint bij te kopen, je maakt je basis van kweekmerries, je begint de juiste combinaties te zoeken en je bent aan de gang. En je hebt er dus een aantal staan voordat je het goed beseft. De volle zuster van Navarone, de dochter van Navarone, de volle zuster van de kleine Eternity, zelfde vader, zelfde moeder, is dus zondag junior Belgisch kampioen geweest. Op 9 en 10 augustus, en volgend weekend dus, organiseert Martine een groots opgezet spektakel op de Wellington-renbaan in Oostende, de Flanders Arabian Event. We willen iets heel uniek doen, we willen een combinatie show en race doen. Dus de locatie daarvoor moest een renbaan zijn. En dan hebben we gekozen voor de Hippodroom in Oostende. En al de grootste stoeterijen op wereldvlak zullen daar vertegenwoordigd zijn. Er zullen ongeveer een 300-tal paarden deelnemen. Wat daar ook heel uniek zal zijn, dat is een wereldkampioenenparade. Dus we hebben proberen een aantal wereldkampioenen samen te krijgen. Dus dat is werkelijk spektakel op zichzelf. De zondag zal dé attractiedag zijn en zaterdag uiteraard ook, dus het gaat over 2 dagen daar. Dus iedereen dit weekend naar Oostende om deze prachtige dieren te aanschouwen, zowel op als rond de renbaan.